Ik doe even zo hoor. Ja, je moet even zitten prutten hier. Annemiek staat haar mannetje wel. Ze staat al 14 jaar aan het roer van de Berkelsomp in Almen. Maar echt makkelijk is het niet. Ja, dit is lastig varen. Ja, je moet het regelmatig doen en ook goed blijven opletten. Ze is een van de weinige vrouwelijke berkelschippers. Ik weet het niet. Nee. Want het is heel goed te doen hoor. In totaal zijn er zo'n 90 schippers en slechts 5 zijn vrouw. Dat mag dus anders. Ja, nou, als je een beetje de gelijkheid nastreeft, dan zou dat prettig zijn. Een groter probleem voor de berkelschippers is de verplichting voor het halen van een vaarbewijs. Op de Somp varen altijd 2 schippers en door nieuwe wet en regelgeving moet 1 van de 2 een vaarbewijs hebben. Het is altijd goed, laten we dat vooropstellen. Maar of het noodzakelijk is, als je kijkt dan naar de grote wateren, de rivieren en meren waar wel veel scheepvaart is, daar kan ik het me voorstellen. Maar hier kom je een kano tegen en een vlot en dan heb je het gehad. Ze hebben geprobeerd bij de inspectie een ontheffing te krijgen. Tevergeefs. Ik moet zeggen dat het een aardige studie is. De praktijk leert ook dat er een heel aantal oudere schippers zijn die al schipper waren. Die daar toch wel moeite mee hebben om het vaarbewijs te halen. Wat de toekomst brengt? Ja, dan heb je nu te maken met een groep mensen die uit het werkproces komt. Nogal veel. De babyboomer. En dat is over 10 jaar waarschijnlijk het geval niet meer. Maar aan de andere kant moet het toch mogelijk zijn om over 10 jaar ook met schippers te varen die ook een vaarbewijs hebben.